goedemorgen. Het is zondag, fucking vroeg. Maar ik heb een hoop te doen. Dus, even uitgekleed. Sweatpants. Dus, even een boodschapjes doen. Daarna Nia ophalen. En daarna de Primarkt. En daarna zien we het wel. Dus, gaspedilodie. Ja, dat is mijn flarepens. Hij is nog fucking te groot. Kijk. Het is in ieder geval een andere broek. Wat is dat gezellig? Is het er meer? Een chickie nummer 1. En chickie nummer 2. Ook een flarepens. Ja, je had ook al eentje van Pam. Ga shoppen. Eentje. En de lasagne gaat in de oven. En ja, ik ga het zo mijn keuken opruimen. Wat een weertje, mensen. Check hoe mijn tuin eruit ziet. Oh my god. Kijk. Dus dat moeten we even gaan fixen nog. Even summerproof maken. Ik had nog wat geshopt bij de Primarkt. Gewoon een t-shirtje. Simpel. Kut zeg, met één hand. Nou goed, t-shirtje. En van die topjes, die vreet ik. Dan heb ik ook nog een roze. En een zwarte en een witte. En dan liggen er nog een stuk of 60 in mijn kast. En nee, ik overdrijf echt niet. Sommige zitten nog kaartjes. Maar ik vind het heerlijk. Oh ja, en een nieuwe dekbedovertrek. Ik vond hem zo leuk. Dus ga ik even wassen en dan ken je er van de week op. Nice. En dit hè, dit is toch echt even een dingetje. Dat zijn mijn truien en mijn, ja, topjes, t-shirtjes. Oh, waarom film ik dit? En ik ga de vlog lekker afsluiten. Ik ga lekker douchen, ik ga mijn haar wassen. Want, nogmaals, ik moet morgen mijn haar verven. Want je ziet het nou niet, maar het is gewoon echt wit hier. En er zit me een spin voor het raam. Oh my god. Buiten blijven, vriend. Dus douchen, chillen, afsluiten, opruimen en naar mijn nest. Morgen te wekken weer. Dus, ik zie jullie morgen. Doei. Een hele goede middag. Het is 2:00. Het is maandag.
ik heb het gewoon even rete druk gehad. En dat gaat dus de hele dag door. Dus ik heb heel weinig tijd om te vloggen gehad. Dus en ik zal de rest van de dag ook niet veel vloggen. Want ik ga zo weer achter mijn computer, want ik moet weer verder. Want we zijn onwijs druk bezig met de site. En ja, dus dat vergt nog wat tijd. Tussendoor ben ik de huisvrouw aan het uithangen en boodschap gedaan en noem maar op. En ik moet mijn haar verven. Maar dat doe ik dan wel na het eten. Maar goed, ik ga het eerst weer even verder aan het werk. Dus dit wordt gewoon een waardeloze kutvlogdag. Dat kwam er één keer vlekloos uit. Supreme. Dus, gaspilolli. Het moet wel gegeten worden, dus ik maak frittata, kook eitjes voor Nio en Jan. En Ros eet kip met macaroni. En Ron eet een gebakken eitje. Dus, een lekker zootje weer. Een hele goede morgen. Het is dinsdag. En ja, ik sta met mijn jas aan, want ik sta op punt weg te gaan. Maar ik denk, laat ik eerst de vlog maar eens openen, voordat ik het weer vergeet. Dus, ik ben een beetje overbelicht. Ik ga even mijn boodschappen doen. En daarna ga ik even gaspilolli even knallen. Want ik heb weer een hoop te doen vandaag. Dus ik weet niet of er veel gevlogd wordt. Dus, maar goed. Let's go. En ik heb weer zo verschrikkelijk weinig gevlogd. Dat ik jullie maar even in de keuken parkeer. Terwijl ik mijn gehaktballen ga maken. Want we eten broodje bal vandaag. Dus. Weinig vloggen. Ik heb niet veel te vloggen. Ja, ik ben... druk en onderweg en ja, dat schiet dan weer niet op, weet je wel. Ik kan je niet overal mee naartoe nemen. Ik heb ook nog privéleven. Echt privé. Dus. En meestal zijn de vlogs van woensdag tot en met zondag langer dan de vlogs van zondag tot en met dinsdag. Dus ik zit nog steeds onwijs te twijfelen of ik niet gewoon week ga vloggen. Help jullie maar eens. Wat vind je beter? Week vloggen of dit tussendoor uploaden? Let me know. Weet ik niet of hoe of wat. Snap je? Dus, maar goed. Hebben we nog wat te melden? Nee. Helemaal niks. Ja, wat ik al zei, zijn druk bezig met de site. En ja. Ik dacht er ook een hoop tijd in zitten natuurlijk. Dus ja. Kun je alles hebben. Het is dit, het is hetzelfde. Ik heb al verschillende zakjes kruiden. Het is niet... niet slim, hè. Maar goed. Dus ja, druk met de site en druk thuis en het wordt weer lekker weer, dus ik ben elke keer de hoort op. Ja, ik kan ook de vlogcamera mee naar buiten nemen, maar nee, is niet echt mijn ding. Ik loop toch nog niet graag met die camera buiten, ik weet niet wat dat is. Nee. Ik weet het niet. Nee. Nou. Zal een tik wezen, denk je niet? Dus. Broodje bal vanavond, menu. Nog wat. En ik wil weer wat anders hier zo. Door de week is tegenwoordig makkelijk eten. En in het weekend sta ik groente te koken. Gaat werkelijk nergens over, maar goed. Het is niet anders. Dus, ik ga mijn ballen draaien. Want ik ben alweer veel te laat. Want meestal als Ras thuis komt, denk ik, ik heb honger. En dan wil ze gelijk eten, maar dat gaat nu niet, want mijn balletjes moeten nog even lekker zidderen. Dus, ik ga de keukentruc uithangen. En ik ga kaascrackers maken. Super lekker. En ook tussen een broodje bal. Geloof mij. En ik ga de vlog afsluiten. Nou ja, vlog. Mag ik de vlog noemen? Nee. Ik moet nog. Ik denk als wij kwalificeren, dat we dan echt al heel ver zijn. Ik denk als wij kwalificeren, als bijna hetzelfde. En ik moet vlog nog editen en uploaden en klaarzetten. En. Oh. Ik heb gewoon echt even geen tijd voor jullie. Shit, happens. Maar goed, morgen starten we weer een nieuwe vlog. Morgen komt Leroy op bezoek. Super gezellig. Nou, vandaag voor jullie. Dus. Misschien vlog ik dat wel als je het leuk vindt. Dus heel bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen. Thank you.
Doei.